Dag allemaal, hier Cicero, Tusculana Disputationes, boek 5, paragraaf 58, filmpje nummer 2, regel 117 tot 122 dit jaar in ons examenboek. We hebben het over de tiran van Syracuse, die heet natuurlijk Dionysius, hoe hij eigenlijk een voorbeeld is van hoe het niet moet. Een leven beheerst door angst, juist om alles kwijt te raken wat hij had. Het vorige filmpje hebben we gehad over dat hij dus niemand van zijn vrienden en naasten vertrouwde. En zelfs allerlei slaven als beschermers van zijn lichaam aan het genomen. En nu begint dit stukje met een soort concluderend zinnetje. Ita propter in justam nominatus cupiditatem in carcrem quora modo in ipse se inclusarat. Zo propter vanwege, plus accusatief is de onrechtvaardige cupiditatem, accusatief van cupiditas, verlangen. Dominatus is een genitivus, let op hier, van dominatus, van de vierde groep. En betekent heerschappij, domination, zullen we zeggen in het Engels. Hè. En dus is de verlangen van heerschappij, maar let op, het is een genitivus objectivus, dat is dus het verlangen naar heerschappij. Vanwege die onrechtvaardige verlangen naar heerschappij, wat hij dus had, hè, waar we dus dat... waardoor hij dus die macht had bereikt en echt tiran was geworden. Wat heeft hij toen gedaan? Had hij zichzelf, let op, het pluskamp perfectum van includere, vandaar dat ik zeg had, natuurlijk eventjes natuurlijk naar voren, had hij zichzelf quodam modo, quodam ablativus van quidam, een zekere, dus op een zekere modo van modus ablativus wijze, op zekere wijze, op een zekere manier, opgesloten, includeren, van clouder is sluiten, includeren is dan insluiten, opsluiten, opgesloten dus, in carcerem, in een kerker. Let op, dit is in de accusatieve natuurlijk carcerem, omdat er natuurlijk een soort van richting in is. Hij heeft zichzelf in een kerker gestopt en toen bam, de deur dicht gedaan. Op een zekere wijze, natuurlijk niet echt, maar het is dus een beetje een soort van vergelijking, metaforisch-achtig hiero, omdat hij niemand vertrouwt, sluit hij iedereen buiten en probeert hij zichzelf te beschermen. En hij bouwt hij dus als het ware een soort van fysieke en niet-fysieke muur om zich heen. Dan gaat hij verder, Cicero, met een extra voorbeeld over de angstigheid van deze man. Quinetiam, ne tonsori colum committeret tondere filia suas docuit. Quinetiam, ja zelfs. Dat is gewoon een uitdrukking, die twee woorden bij elkaar. Ja, zelfs. En dan krijg je een zin met nee. Met een cognitief imperfectum. Van committeren, het hele werk wordt met een uitgang erachter. Dus om te voorkomen dat hij committeren, toevertrouwde, colum, accusatief van colum, dat is zijn nek, zijn hals, zijn keel. Tonsori, zijn datief van tonsor, dat is een kapper, of een barbier. Dus om te voorkomen dat hij zijn hals toevertrouwde aan de kapper, of hoefde toe te vertrouwen aan de kapper, om te zorgen dat hij dat niet hoefde te doen, op dat hij dat niet deed, dat kan natuurlijk ook met nee. Wat deed hij dan? Heeft hij zijn dochters, suas filias, accusatief meervoud, onderwezen, oftewel geleerd, te tonderen, te scheren. Kent een tondeuze, het apparaat, dat is genoemd naar het werkwoord tonder, dat betekent scheren. En dat ging uiteraard met een heel groot mes, wat je dan over je keel schraapte. En net zoals natuurlijk wij met kleine scheermesjes doen, maar dat is gewoon eens groot mes. Nou, het is natuurlijk levensgevaarlijk als je dat aan iemand die je niet goed kent overlaat. Want je hoeft maar het mes de verkeerde kant op te bewegen en je hoofd ligt eraf, bij wijze van spreken. Dus hij had zijn dochters onderwezen om te scheren. Zijn dochters, jonge meisjes, die zijn nog jong en ongevaarlijk, zou ik maar zeggen. En ook niet zijn zijn dochters. Maar dat is natuurlijk niet echt wat past bij prinsessen. Status. Dus dat zegt hij zo ook. Hè. Ita sordido ancalari quartificio regiae vernies uto striculae tonde, want barba met het capillum patris. Zo, ablatief is met een letterlijk eigenlijk iets van smerig, oftewel inferieure en slaafse vaardigheid. Het is allemaal ablatief, hè, van sordidus ancalaris en artificium.
Dus met een vaardigheid, met een werk, wat past bij slavinnen, slavinnenrug. En sordidus is letterlijk vuil of vies, maar wordt ook heel vaak geassocieerd met de lagere klasse van de maatschappij. Die werden gewoon vuil of vies genoemd door de elite. Ja, zo was het in die tijd. Goed, met dat soort werk dus, scheerden of schoren, ik weet nog precies wat het verleden tijd is van scheren, ik denk schoren, de regiae virgines, de koninklijke maagden, oftewel de prinsessen, nominatief is hier gewoon, ut tonsticolai, even ut hier in de betekenis, zoals, of als, kapstertjes, leidend voorwerp, de baard en het capillum en het haar, patris van vader, van hun vader, mag je natuurlijk hun aanvullen. Het op is imperfectum natuurlijk, want dat deden ze heel vaak. Hè? Hier, docuit, hij leerde het ze, bam, weet je, hij is afgerond. Maar dit is dondebant, dat waren ze heel vaak aan het doen, krijg je imperfectum. Daar zit een mooie antithese in. Sordido ancalari, dus vies en slavinnerig, tegenover koninklijke dames. Antithese zit daar in tegenstelling. Ut tonsticolai, juist weer natuurlijk een vergelijking als kapstertjes. En let op trouwens, niet zomaar een vergelijking. Dit is een klein verkleinwoord. Tonsticolai. Dat ul is altijd verkleinwoord. Net als bijvoorbeeld puella is meisje. En puellula is dan een heel klein meisje. Maar waarom is nou een verkleinwoord gebruikt, dames en heren? Ten eerste omdat het natuurlijk nog jonge dochters betrof. Dus kapstertjes, hè, zijn jonge meisjes. Maar ook omdat het minachtig bedoeld is. Hè, van, zet je kapstertjes. Ik bedoel, het hebben wij in Nederland ook wel een beetje. Als je een verkleinwoord gebruikt, is het soms ook minachtig bedoeld. Ik denk hier dat het allebei van toepassing is. Goed. Maar zelfs die dochters op een gegeven moment groeien op, worden groter en vormen daarmee bijna een beetje een bedreiging voor zijn macht. Want ja, iedereen die volwassen is, is eigenlijk een bedreiging. Zelfs is het familie van je, zoals we al gelezen hebben. En dus, et tamen ab is ipsis cum jamessent adultae ferrum removit instituitque ut candentibus juglandium butaminibus barbam sibi et capillum ad ure rent. En toch, ferrum removit, removeren, hier perfectum, removit, verwijderde hij het ijzer, oftewel ontnam hij het ijzer, ab is, dit is eis, is ablatief is meervoud, niet is, hè, dat is nominatief is enkelvoud mannelijk, dit is eis, ablatief is meervoud, in dit geval vrouwelijk, ipsis, dus van hen zelf verwijderde hij het ijzer, oftewel hij ontnam het ijzer, aan hun zelf, of zelfs aan hun, zo kan je het ook zeggen, cum jam essent adultai, toen ze en te, al adultai, volwassen, essent waren, natuurlijk imperfectum conjunctivus, hier met cum. Toen ze, of omdat ze al volwassen waren, verwijderde hij zelfs van hun het ijzer. Dat op het ijzer is natuurlijk een metonymie voor dat scheermes, dat begrijpen we ook wel weer, denk ik. Heel vaak is het ook een metonym voor zwaard, zoals jullie wel weten misschien. Maar in dit geval staat het uiteraard voor het scheermes. En hij instituut, nieuwe stukjes in, en hij stelde in, en dan komt, wat hij instelt komt daarna uiteraard, in een oetsin, dat, weer de NT, dat zij, instellen oet is gewoon instellen dat. En hij stelde in, dat zij met, is een ablativus, candentibus, en dat is canderen, dat betekent gloeien, dat is een PPA, gloeiend, met gloeiende putaminibus congrueert daarmee, dus dat zijn doppen, een putamen is een dop, in de zin van een dop van een walnoot, want dat staat erbij, een jugulans, zo, goedemorgen. Een jugulans is een walnoot. Neem je daar geen diefst meer van, namelijk jugulandium, dus van walnoten. Dus met gloeiende doppen van walnoten, oftewel met gloeiende walnotendoppen. Die gooi je dan eerst even in het vuur, dan worden ze snikheet en gaan ze helemaal gloeien, maar niet per se branden. Die pakken ze dan uit het vuur en wat moesten ze er binnen? Opdat ze dan, dus stelde in dat ze dan, daarmee dus, het baard
Et Capillum en het haar Sibi voor hem afschroeiden. Ook weer een cognitivus imperfectum met ut hier zo. Sommige mensen denken misschien, dit is toch een PPA en een zelfstandig naamwoord. Allebei in de ablativus en meervoud. Heb je dan niet een ablativus absolutus? Nou, normaal gesproken wel, maar het zou hier een beetje raar zijn. Hey, dat zij het baard en het haar voor hem afschroeiden, terwijl de doppen van walnoten gloeiden. Dat is toch raar, weet je. Dat is hier echt niet absoluut bedoeld. Het is geen losgemaakte ablativus die zo los staat van de rest van de zin, maar het is echt een bedoeld als instrument waarmee ze dat deden. En dus mag je het gewoon met vertalen, met gloeiende walnotendoppen. Ja, het is lijkt me een heel omslachtig werkje. Waarom niet gewoon een mes? Nou ja, daar was hij dus weer te angstig voor. Deze man die doet hoe meer gekke, bizarre dingen. Daar lezen we in het volgende filmpje ook meer over. Dus ik zou zeggen, tot dan.